Zo, dus jullie zijn de boel netjes aan het opknappen. Ja. Volgens mij is het een project, want ik heb al een aantal van deze, wat zijn het, transformatorhuisjes. Ja, klopt. Die heb ik al ineens opvallend fris gezien, terwijl ze over het algemeen er heel smerig uitzien. Ondergeklierd en beplakt. Ja. Meestal. En, het is een project van, tenminste de huisjes zijn beschikbaar gesteld door Eneco. Ja. En, die zijn er wel blij mee, denk ik. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe Eneco hierin staat. Wat, wat de bedoeling is van de hokjes. Ze hebben ze in ieder geval beschikbaar gesteld, want ze maakten ze eigenlijk ook niet meer schoon. Ja. Voor zover ik weet, want het stond al eigenlijk al jaren ondergeklierd. Ja, precies. En de gemeente Den Haag en Verflap en Graffiti-meldpunt, ja, die hebben dit project voor, om 34 huisjes in Hulszegbroek te beschilderen met kunst. Als, als ook een soort van verrassing voor de bewoners. Dus er worden, als het goed is, nu door de hele wijk 34 huisjes geschilderd. Hartstikke goed. Ja. Ik hoop. En heb je daar, mag je daar een maand over doen? Of, Nee, we hebben een deadline van 6 dagen. 6 dagen? Ja. Zo. Doorwerken. Ja, ja. Het zijn twee hokjes die wij moeten doen. Ja? Welke doen jullie nog meer? Op het Regenplein en op de Regentestelaan. Meer aan de, volgens mij, Loosdijkse wegkant. Oh ja. Dan gaan we die ook in de gaten, want daar woon ik dichterbij, dus makkelijk. Oké, okay. Nou, dan kun je daar ook aan zitten. Hoe lang zijn jullie hier nog mee bezig? Nou, gisteren begonnen. Vandaag zijn we, dit is eigenlijk de ondergrond, hè? Ja. De latex ondergrond. En hierna gaan we nog met spuitbussen aan de slag. Oh. Kan we even de schets laten zien? Ja, dat is wel leuk. Dit moet het eindresultaat worden. Zo. Dat ziet er mooi uit. Ja. En dan ga je deze figuurtjes, die ga je allemaal met spuitbus. Die gaan we met spuitbus doen. Dan kan je eindelijk eens geoorloofd graffiti spuiten. Nou, dat doen we heel veel. Ik zou je zeggen dat we eigenlijk allebei heel de zomer al helemaal vol zitten met geoorloofd graffiti. Geoorloofd graffiti. Zoals je dat zegt. We doen ook heel veel workshops en bedrijfsuitingen. Leuk. Dus, opdrachten, logo spuiten voor bedrijven. Leuk. Dus we reizen eigenlijk zoals het hele land af. Zo. Het is de finishing touch of... Ja, een klein beetje de witte druipertjes. De witte druipertjes weghalen. Weghalen zoals dit. Ja. Klein beetje bijwerken. Ja. Ik vind het een leuke kleur trouwens. Er was er straks iemand die was dat helemaal niet mee eens. Nee? Nee. Hoezo niet? Nou ja, die wilde dat niet, maar ja. Dat is ook nooit goed, hè? Nee, het is niet echt vaak